In deze video gaan we kijken naar de Green Valley Easy One Quick dakdragers. En de Easy One Quick dakdragers zijn dakdragers die specifiek voor auto's zijn met een geïntegreerde dakrail. Ja, wat was ook alweer die geïntegreerde dakrail? Dat is zo'n rand op het dak waar je hand niet onderdoor kan, maar waar je wel iets op vast kan grijpen. Nou, veel auto's, veel SUV's, stationwagens zijn tegenwoordig uitgerust met een geïntegreerde dakrail. En daar is deze dakdrager uitermate geschikt van. De dakdrager van Green Valley, hij is gemaakt van aluminium. Het aluminium profiel wat hier bovenop zit, die heeft een breedte van 5 centimeter en een hoogte van 27 millimeter. Hij is voorzien van een T-rail, dus als je een dakkoffer, een skidrager of een fietsendrager hebt waar zo'n T-adapter bij zit, zo'n T-stukje, dan kun je dat prima gebruiken op deze dakdrager. De maximale belasting van deze dakdrager is 100 kilo. Hou wel altijd eventjes de maximale daklast van de auto in de gaten. Is die daklast 75 kilo, dan geldt natuurlijk ook de maximale last voor de dakdrager van 75 kilo. Maar hij mag in elk geval tot 100 kilo dragen. Uiteraard is hij helemaal gekeurd. Hij heeft TÜV-keur, hij is City Crash Test goed gekeurd. Hij heeft 3 jaar garantie. Hij is afsluitbaar, dus alle 4 de voeten die hebben een kapje waar een mechanisch slot op zit. Nou, kortom, een hele interessante drager. Gunstig geprijsd, specifiek voor auto's met een geïntegreerde dakrail. Ik stel voor om eventjes een set helemaal uit te gaan pakken en eventjes klaar te maken voor de uiteindelijke montage op de auto. Laten we dan eens even kijken wat er allemaal in de doos zit van de Easy Quick One dakdrager van Green Valley. En hoe we hem klaarmaken voor gebruik op de auto. Als we de doos openmaken vinden we als eerste een zakje met de afdekkappen, rubbertjes voor de bescherming, sleuteltjes. Dan hebben we 2 dakdragers die al heel eind voorgemonteerd zijn. En 2. De gebruiksaanwijzing. En nog 2 strips om straks de onderkant van de dakdrager te kunnen afdichten tegen het windgeruis. Zo. Nou, we gaan eens even kijken wat we hier allemaal hebben. In dit zakje zitten de afdekkapjes zoals gezegd en de klemmetjes, de rubbertjes. En de 4 kapjes. Sleutel voor de montage en sleutel om af te sluiten. Zo. Dan heb ik 4 van deze rubbertjes. En 4 van deze rubbertjes. En de lange rubbers zijn om onderin de voet te drukken. Als volgt. Er zitten al gaatjes in. En een rubberen stripje. En op deze manier druk ik die in de voet. Dit ligt op de rand van de dakrail en zorgt dus dat de dakrail niet beschadigt. En vervolgens pak ik het andere rubbertje wat in de klem komt. Dat doe ik als volgt. Aan de binnenkant. Op deze manier. Nou, als ik dat gedaan heb, dan ben ik eigenlijk klaar om naar de auto te gaan. Dat doe ik dus voor alle 4 de voeten. Als ik dat allemaal gedaan heb, kan ik met de dakdrager naar de auto en kunnen we hem op het dak gaan zetten. Laten we dat nou eens even doen. Laten we dan nu eens kijken hoe we de dakdrager voor geïntegreerde dakrail daadwerkelijk op de auto vastzetten. Nou, ik heb hem meegenomen hier. We leggen hem op de dakrail. Beide kanten, links rechts. Zorgen we dat de voet goed aan ligt, dat hij mooi dicht tegen de binnenkant van de rail ligt. We zorgen dat die aluminiumstang een beetje mooi in het midden ligt, goed uitgelijnd. En vervolgens kunnen we die haak waar het rubbertje in zit over de buitenkant trekken, dat hij mooi onder het randje van de geïntegreerde rail zit. Als dat zo is, pakken we de inbesleutel erbij en kunnen we hem eigenlijk op gaan spannen. En zorgen we ervoor dat hij lekker vast aan de rail zit. Draai hem goed vast, zo. Nou, als we dat dan gedaan hebben, kunnen we de afdekkap plaatsen. Die schuift er gewoon netjes overheen. En dan is hij eigenlijk heel mooi en goed afgedekt, waardoor er ook minder windgeruis ontstaat. Vervolgens kunnen we ook nog de strip monteren die meegeleverd wordt in de onderkant van het profiel, waardoor we nog minder windgeruis hebben. Nou, als we dit dan van alle 4 de posities gedaan hebben, is de dakdrager eigenlijk klaar voor gebruik. Fijne reis. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer je op ons kanaal, tik op het belletje, dan hoef je niks te missen.